loop hier door Rotterdam-Noord. En eigenlijk hoeven we niet op vakantie te gaan om de wereld te ontdekken. Alle nationaliteiten wonen hier met elkaar. Rijk en arm zijn hier bij elkaar. Groen om ons heen. Spelende kinderen hoor je hier op de achtergrond. Dus Rotterdam-Noord is een plek die er mag zijn. En echt een bruisende plek in Rotterdam. En in het decor van deze bruisende wijk help ik vandaag huishoudelijk ondersteuner Jennifer met het schoon in leven houden van de woning van haar cliënt, Robert van Schaik. Hey Jennifer, dankjewel. Hoi. Hoi. Jennifer. Joost, hi. Dat is meneer Schaik. Dag meneer Schaik. Goedemiddag. Meneer van Schaik, ik mag Robert zeggen. Ja. Hey, als ik naar buiten kijk, je woont hier echt in het centrum van Noord. Ja. Ja. Je kijkt op de kerk, hoe is dat om hier... Om hier te wonen? Nou, mijn vrouw heeft dit pand uitgekozen en ze konden ook kiezen voor de woning tegenover hier. Ja? Maar dat uitzicht wat tegenover is, is niet zo fijn als dit. Ja. Want het is wel de hoek die geen zon heeft, maar wel waar alles leven gebeurt. Ja. Ik heb hier nog steeds aan mijn zin. En in het naar je zin hebben, heb je ook ondersteuning nodig? Ja. Ja. En daar heb je huishoudelijke ondersteuning in de persoon van Jennifer. Ja. En wat betekent Jennifer voor jou? Jennifer lost de dingen op die ik niet zelf kan. Het is niet, zoveel tijd per week, maar het is wel een eikpunt voor mij. Ja. Letterlijk een eikpunt. Ja. Als ik Jennifer geweest ben, ben ik ook blij. Wat maakt je blij? Nou, gewoon, het is een stukje aandacht natuurlijk wat je krijgt. Ja. Jennifer praat veel en ik praat natuurlijk ook veel. En ja, Jennifer vormt geen oordeel. Ik probeer te ontspannen als Jennifer is, want dan valt er een zorg voor me af. Ja, veel mensen realiseren ze dat niet, maar er zit heel veel achter om gehandicapt te zijn. Ja, ja. En dan is het belangrijk als je een oordeelloos iemand om je heen hebt. Precies, precies. En dan is dat oordeelloos is ook het eikpunt waar jij precies op zoek bent. Ja. Precies, en iemand die niet oordeelt over wat dan ook, gewoon de werk doet en gewoon met je praat. Nou Joost, we zouden de hand uit de mouwen gaan trekken, kom je? Je vindt dat ik te lang zit, Jennifer? Ja. Kom er nu naar je toe. We zijn hier bij Robert van Schaik. Die hebben we net gesproken. Wie is die voor jou? Voor mij is dat wel een speciale cliënt eigenlijk. Ik heb wel een redelijk goede band met hem, omdat ik hem gewoon in zijn eigen waarde laat. Ja. En dat is het stukje wat ik vind wat meer moet gebeuren. Het humane, zeg maar, het omgaan met de mensen. Want we hebben het binnen uw Minders en binnen jullie team heb je het vaak over de extra stap die jullie doen. Mm-hmm. Want je hoeft niet alles te doen wat wij doen, maar jullie doen dat wel. Ja. En wat is voor jou dan die extra stap? Ja, het is heel verschillend. Bij de een doe je jasje wat verder open als bij de ander. Bijvoorbeeld in dit geval, ik kreeg er net een belletje van, kan je voor mij een dingetje suiker meenemen? Tuurlijk, als we onderweg zijn, dan nemen we dat mee. Ja. Hoeven we niet te doen, maar dat doen we wel als je een beetje menselijk bent. Als je het over huishoudelijke ondersteuning hebt, dan hebben veel mensen het over schoonmaken. Ja. Maar jullie zijn de open ogen en oren van mensen. Wat ontdek jij eigenlijk? Waar ben je naar op zoek? Ik zoek niet ergens naar. Ik kom binnen en ik zie het. Dus je ziet als er wat achteruit gaat. Het huis of de medicatie of de papieren blijven liggen of wat dan ook. Het eten is er niet meer. Het eten is er niet meer. De koelkastjes worden leeg. Ik bedoel, zulke dingen vang je sneller op. Ja, en je hebt ook een hele lange relatie vaak met mensen. Ja. Sociaal wordt het armer, financieel wordt het armer. Merk je dat ook? Ja. Ja, ik merk het ook aan de schoonmaakmiddelen en dergelijke. Die komen dan van wat goedkopere winkeltjes. Scheur je een handdoek kapot in plaats van dat je een doekje hebt. Ja, stofzuigers, dat ga je nu ook heel vaak meemaken. Mensen de stofzuigers kapot zijn, dan duurt het heel lang voordat er een nieuwe komt. Ja, ja. Heb je steun aan collega's? Te weinig, vind ik. We zien elkaar niet zoveel. Komen we elkaar tegen, ja, dan is het even snel spuien. Even snel je hart luchten en door. En je gaat naar de volgende. Dus dat is soms best wel pittig. Dat is best wel pittig. Ja, ik sport nog heel veel. Dus dat is mijn uitlaatklep. Ja, ja. Ik zit 3 keer per week in de sportschool. Dus en dan sluit ik me helemaal af. En dan is mijn hoofd helemaal leeg. Ja.
Ja, heb ik ook moeten leren hoor, ja, in de loop der jaren. Wat is voor jou nou de kracht van huishoudelijke ondersteuning? Het humane gebeuren, ja, samenhorigheid, welke cultuur, welke beperking dan ook, dat we gewoon allemaal met elkaar in respect omgaan. De economische situatie, maatschappelijke ontwikkelingen, hoge energieprijzen, inflatie. Zij zorgen ervoor dat er armoede, ook verborgen armoede, heerst in de wijken van Rotterdam. Armoede op diverse terreinen, financieel en ook zeker sociaal. Dat weten de collega's van de huishoudelijke ondersteuning als geen ander. Die zien alles gebeuren achter de voordeur. Praten met onze cliënten doen soms net dat stapje extra om het woord ondersteuning betekenis te geven. En dat is nou juist de kracht van Jennifer, die samen met al haar collega's van de huishoudelijke ondersteuning naast alleen schoonmaken een belangrijke maatschappelijke rol vervullen in het leven van onze cliënten. De waardering als je weggaat, je krijgt een glimlach van iemand en dan is het me toch weer gelukt, ja, om iemand toch even gelukkig te maken, al is het maar een heel klein momentje. En dat is voor mij gewoon mijn drijfveer. Dat is waarom ik door blijf gaan.